Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat we te maken hebben met veel bewolking. En uit die bewolking valt vooral in het midden en zuiden van het land ook langere tijd regen. Daarbij wordt het daar niet warmer dan zo'n 15 of 16 graden. In het noorden heeft de neerslag een meer buiig karakter. Dat betekent dat er ook droge momenten zijn en soms schijnt daar zelfs even de zon. Vanmiddag wordt het daar ook warm. Er stroomt warme lucht binnen uit het oosten en het wordt daar zo'n 23 tot 26 graden in Groningen en Friesland. In de rest van het land tussen de 15 en 21 graden. Verder er een stevige noordwestenwind aan zee hardkracht 7. Vanavond gaat de wind langzaamaan afnemen. Vanuit het noorden gaan de opklaringen zich dan ook verder uitbreiden, maar nog steeds zijn vooral in het zuiden een aantal buien mogelijk. Morgen heeft het hele land te maken met warme lucht. Het wordt dan zo'n 23 tot 27 graden. Hogere temperaturen dan hier op het kaartje staan. Verder hebben we zonnige perioden, maar in de loop van de dag komen ook buien tot ontwikkeling. Dat geldt ook voor de vrijdag en de zaterdag en ook zondag hebben we met een aantal buien te maken. Verder schijnt van tijd tot tijd de zon. Op de vrijdag is het nog zomers warm met 25 graden. Waarschijnlijk al op zaterdag, maar zeker op zondag gaat de middagtemperatuur weer omlaag naar de graad of 23. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.